Zo, goedemorgen. 7:50. We gaan vandaag lange rit tegemoet. We moesten van de Airbnb-eigenaar het afval zelf weggooien. Dat wou hij niet zelf doen, dus dat moeten wij doen. Dus Nena staat nu even gauw aan het doen, want er staat hier een grote vuilnisbak. Dus als het terug is, en dat is bijna, dan gaan we er vandoor. Ruim 7 uur. Dan hebben we de tussentocht niet meegerekend. Daar is ze al. Goedemorgen. Ik heb alles eruit gelegd. Dus ik zeg ruim 7 uur, hè? Ja. Het is wat. Maar het is nog vroeg, dus het is 7:30, denk ik. Nu zegt hij 2:30 is de aankomst. We gaan natuurlijk een paar keer stoppen, ja, dus ik denk dat we rond de etenstijd... Ja. Ja, nou netjes toch. Ja, okay. Dus nou, let's go. Klaar voor? Ja. Oké. Okay. Hallo allemaal. We zijn bij de eerste tussenstop. Ja, het is nog 4,5 uur van de vier. Ja, zo. Ja, ja, ze ja. Hebben al ruim 2,5 uur gereden. Ja. Dus dat is wel netjes. Ze hebben even getankt. Je komt hier soms echt bijvoorbeeld 300 kilometer geen tankstation tegen. Ja, het duurde heel lang. Nou ja, we hebben gelijk maar even volgegooid. Dan kunnen we er weer tegenaan. Nu hadden we wel creditcard bij ons, dus dat was fijn. Ja. We hebben even thee gehaald. We zijn even naar de banjo's geweest. Maar wat hadden wij eigenlijk besteld? We hadden eigenlijk... latte besteld, latte macchiato. Nou, dus dat zegt, begrijpen ze dat hier al niet, latte nee. Macchiato. Kijk, je wil koffie, je krijgt thee. Dus... ja, dus ik zeg latte, krijgen we thee. Nou ja. Zeg je thee, dan snappen ze het ook niet. Nee, en dan als je zegt tea, dan denken ze dat je een milkshake wil. Ja, dus nou, je komt er echt nooit nee, uit. Nee joh, je krijgt altijd iets anders. Ja. Ene keer krijg je... espresso, dan krijg je gewoon koffie met melk. Ja, ja. Het is altijd kijk, maar weer veel. En ook altijd perro's. Dat is best wel goed op zich voor die honden gezorgd. Ja. Dus ik krijg gewoon veel eten van de mensen, denk ik. Ja. Dus nu gaan we weer even een stukje verder. Ja. Het gaat best wel goed, toch? Het gaat hartstikke goed. Het gaat voorspoedig. Ja. En nou ja, we hebben dus thee. We luisteren lekker podcastjes. Het valt een klein beetje tegen. Het is een beetje viezig en oud en niet zoals het op de foto was. Maar het is maar voor één nachtje, dus dan is het niet zo heel erg. Nou, hier is de voordeur. We moesten überhaupt eerst al zoeken. Kijk, het was een heel groot huis met allemaal sleutels aan de sleutelbos. Heel veel deuren, we wisten niet welke deur we in moesten. Nou, uiteindelijk gevonden. Toen kwamen we hier terecht. Nou, we kwamen binnen. Toen zagen we gelijk deze mand. Met allemaal lekkere dingetjes. Dus wij dachten, nou, dat is fijn. We krijgen allemaal lekkere dingetjes. Maar toen zagen we dit. Een prijzenlijstje. Nou, dat vonden we al dom. Ja. Kijk, aan de ene kant is het wel aardig. Maar aan de andere kant denk ik, ja, we vragen er niet om. Dus je hoeft het ook niet zo in ons gezicht neer te zetten. Terwijl we het toch niet gaan kopen. Maar goed. Wat vind jij daarvan? Stom. Eerst dacht ik, oh wow, 4 superachten en allemaal chocola, koekjes. Dacht ze, oh wat een succes is het hier. Ja. Nou,
En het is best wel duur ook. Voor één kopje thee betaal je 1 euro. Ja, maar kijk, ik zie nu dat het een klein doosje is. Ik denk dat het doosje... Ik denk dat het doosje dan 1 euro is. Maar dat weet ik niet zeker. Maar goed. De vorige mensen hebben wel dingen gekocht. Oh ja, die zijn best wel veel. Eén ding. Chocolade cordonus. Dat is 1,50 euro. Ja. 1. Chocomane hebben ze gekocht. 1. Super 8. Super 8. En dan hebben ze hier ook nog... Met de prijs moet erbij. Oh ja. Kijk, hier is de wc. Die ziet er al een beetje smoeselig uit, vind ik. Kijk, hier zitten verkleuringen. En op de bril zitten een beetje gekke vlekken. Dan denk ik, nou, koop gewoon even een nieuwe wc-bril. Nou, hier is de douche met gewoon een gat, zeg maar. En ja, ik vind het er niet zo fris uitzien. Dus ik ga even een dagje niet douchen, denk ik. Kijk, de douchekop. Vies douchegordijn met allemaal... vieze vlekjes. Nou, hier is een wc-ding. Dispensers, ook een beetje viezig. Ik weet niet zeker, maar ik vind het gewoon niet zo fris. Nou, hier heb je een soort een bedje. Dat is ook een bank. Ja, dat is nog wel oké. Hier is de keuken. Simpel keukentje. Nou ja, waterkokertje, magnetronnetje. Kijk, hier is het tafeltje. Maar op de foto's van de Airbnb zag het er gewoon heel erg anders uit. Nou, dan heb je hier de slaapkamer. Met het beddengoed. Het ruikt niet zo fris. Jij denkt dat het wel schoon is? Ja, maar... Ja, ik vind het niet ruiken alsof het gewassen is. Ja, ik herken dat. Het is voor 1 nachtje. Maar als wij hier 2 of 3 nachten waren, dan waren we denk ik wel weg. Ja. Weggegaan. Dus we zijn een klein beetje teleurgesteld. Maar goed, het is maar voor 1 nachtje. Dus dan is het wel te doen. Wij gaan nu eventjes naar de Decathlon, want we zitten heel vlak bij Conception en daar was dus de Decathlon. Dus we gaan daar nu nog lekker even heen. Dan hoeven we hier in ieder geval niet te lang te zijn. We gaan ook eten misschien. We gaan ook eten misschien. We hoeven hier nog korter te zijn. We hoeven hier nog korter te zijn, ja. Ja, ik dacht, wat doen we dan met die rijst? Maar... Dat is morgen ook wel goed. Ja? Tuurlijk. We kunnen uit eten gaan. We hebben heel erg hard nagedacht en teruggedacht aan onze tijd hier in Conception eerder. En we hadden een keer ergens gegeten boven bij een restaurantje. Daaronder zat een bakker. We moesten heel hard nadenken, hoe heet dat nou? En foto's teruggekeken van die tijd. Maar we zijn erachter. Het is L'Angelo. L'Angelo. Dat was een heel goede zaak. Ja, dus we gaan eerst naar de Decathlon. Gaan we kijken voor thermoskleren. Dan gaan we nog even naar Lidl misschien daarna, of niet? Ja. Nou, daar gaan we in ieder geval eten. Dat was heel erg fijn. Gezellig en leuk. En beter dat we hier niet zijn. Want we hadden het er nog over dat eigenlijk zouden we volgens mij op reis nog maar 1 keer echt uit eten gaan. Dat was in Canada. Ja. S'avonds. We hadden geen eens toetje genomen. Nee, dus vanavond wel. Gaan we echt uit eten. Gaan we echt uit eten? Gaan we echt uit eten. Dus we mogen wel een toetje. We mogen wel een toetje. We hebben lekker gegeten bij waar we wilden eten. Dat hebben we gelukkig kunnen vinden nog. En we zijn nu gewoon vlakbij de Lidl. We gaan ook nog even naar de Lidl om bananen te kopen. Kijk, maar... daar is het gebouw. Ja, ik zal het even laten waar zien. Waar wij gewoond hebben. Kijk, dat gebouw daarachter, dat bruine. Ja, je ziet het niet heel goed. Daar hebben wij gewoond. Voor een weekje hier in Conception. En daarachter is de Lidl. Daar kwamen wij altijd. Dus hoewel dat maar een paar weken geleden is, misschien 2 of zo. Voelt het echt als nostalgie om hier te zijn. Ja, dat was de oude tijd. Het was leuk hier. Ja, nou ja. Misschien voelt het ook zo als we in Santiago zijn. Maar ik denk dat dat minder is. Ja, ik denk het ook. Dus we gaan nu nog even naar Lidl. Voor platano's. Ja, voor platano's. Als jij weet wat platano's zijn, laat het even achter in de comments. Ik zei net dat... Maar kijk, wij doen best wel vaak, laat het even weten in de comments. Maar doen mensen dat dan ook? Nee. Oh, dus dat... Jammer van ze. Ja. Als je kijkt, platano's. Kleine moeite om even te vertalen. Dan dus... leer je nog eens wat in onze Ja, maar bananen zijn dus echt moeilijk te krijgen groeien. Ja. Meestal zijn ze helemaal met zwarte vlekken al. Helemaal, ja. Het is moeilijk om goede groene bananen te krijgen. Ja, groen hoeft voor mij niet, maar gewoon net veel. Ja, ook heel moeilijk. Ja. Het is heel makkelijk om hier hele oude bananen te vinden. Gewoon in de supermarkt. Van de andere kant. We komen altijd van de goede kant.
We hebben redelijk goede bananen kunnen vinden. Deze. En we hebben ook iets anders gekocht. Wat Nena heel erg lekker vindt voor als ze weer lekkere dingen mag eten. Dat is deze koekjes. Maar. We gaan totdat we in het vliegtuig zitten, totdat we naar Lima gaan, gaan we even niks meer ongezonds eten. Want het loopt een beetje de spuit uit. Ja, we gaan heel lang even niks meer ongezonds eten. We zijn weer in de Airbnb aangekomen. We kwamen de mevrouw tegen die deze Airbnb runt. Nou, op zich is het wel aardig. Dus. Maar goed, alsnog ziet het allemaal een beetje oud en een beetje viezig eruit. Dus. We zijn allebei best wel blij dat het maar voor één nacht is. Zo, nou, op zich kan je wel een beetje douchen hier. Het was wel warm, de straal is wel aardig. Dus dat is nog wel eventjes een pluspunt van deze Airbnb. Ja. Maar. Het ziet er wel anders uit op de foto's. Ja, zeker. Dus we hebben dingen aan het klaarzetten voor morgen. Ja. Kunnen we weer vroeg weg? Ja, daar hebben we wel behoefte aan. We hebben gevraagd vanmorgen eerder kunnen inchecken daar zo. Dat kon een uur eerder. We kunnen hier ook een uur eerder weg. Ja. Dus dat is fijn, hè? Dat is fijn, hè? Nou, dan gaan wij lekker slapen, denk ik. Ja. Oké, tot morgen. Doei.